dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben deze keer in Eindhoven bij Rudy. En Rudy is dagvoorzitter, spreker, staat regelmatig op het podium, heeft in de finale van Heel Brabant Spreekt gestaan. Ik heb zijn talk gehoord, gelezen zelfs op LinkedIn. Superleuk, met de tekst, wat heb jij nodig? Maar ik ben heel nieuwsgierig, Rudy, wat jij nodig hebt. En Rudy heeft een heel erg mooie missie. Rudy, vertel eens even, dat is misschien wel leuk om daarmee te beginnen, om met jouw missie te beginnen. Want jouw missie sprak mij enorm aan en dat is ook de reden waarom ik samen hier vandaag bij jou aan tafel zit. Dus vertel ons er eventjes iets meer over. Ja, zeker. Nou, allereerst hartstikke leuk dat je er bent. En in de notendop, de missie bestaat uit twee woorden en dat zijn Nederland positiveren. En dat tweede woord, dat werkwoord, laatst stond ik voor een groep in Den Haag. En ik vroeg wie heeft ooit van dat woord gehoord. En van de 35 mensen ging de ene hand de lucht in. En toen zei ze nog, ja, maar ik denk dat ik het eigenlijk zelf verzonnen heb. En toen zei ik, nou, dan zijn er twee van. Want in 2011 heb ik dit woord zelf verzonnen. Eigenlijk vanuit de behoefte uit mezelf, wat ik zelf heel hard nodig had. Destijds studeerde ik bouwkunde. Het ging toen helemaal niet goed met de bouwsector. Ook de faculteit bouwkunde in Eindhoven kwam naar voren, het is zwaar weer, er zijn geen banen voor ons, we kunnen maar weinig doen. En ik werd zo ontzettend moe van dat gedroeftoeter en die negatieve klanken, dat ik dacht, daar moet ik eigenlijk iets tegenover zetten. En dat is jouw reden geweest, omdat op dat moment was het crisis, denk ik. Mm-hmm. Dat jij zoiets had van, oké, door die droeftoeter, daar wil ik iets met mijn positiviteit mee. En ik heb ergens ook in een van jouw talks die je hebt gedaan, gehoord, vertelde je dat jij echt het dikke van Dalen hebt opgebeld van joh, ik heb een nieuw woord, positiveren. Ja, toen was ik nog zo naïef om te denken, nou je belt ze op, je vraagt naar hun e-mailadres en je zegt ik heb het woord al klaarstaan op de mail en zelfs een grove beschrijving erbij. Maar ja, wie ben ik om dat woord in te vullen? Ja. Als jullie de mail hebben, schapen me gerust bij en plakken met jullie woordenboek. En toen moest ik tot mijn teleurstelling horen, nou meneer Van Beuren, dat gaat zo makkelijk niet. Eerst dient een woord 3 jaar lang overal gebruikt te worden. In de media, bij talkshows, op televisie, in het gewone verkeer. Overal waar je maar kunt bedenken. En dat meten zij op een of andere manier. Mm-hmm. Toen ze het doen, misschien geschreven worden. En dan na 3 jaar in het gebruik, wordt er getoetst door een speciale commissie. Is dit woord waardevol genoeg als verrijking van de Nederlandse taal? En zo ja of nee, nemen we het op in de Dikke Van Dalen. Nou, zwaffelen is dus ooit in de Dikke Van Dalen komen via die route. Positiveren tot nu toe helaas nog steeds niet. Nog niet. Dus hopelijk draagt deze podcast eraan bij dat mensen dit woord voor zichzelf veel meer gaan benutten. Ja, dus het is ook een doel van jou dat positiveren in de Dikke Van Dalen komt. Ja, het zou mooi zijn. En ik denk vooral de discussie die het opwekt en hoe definieer je hem dan. Dus daar zijn we ook mee bezig geweest. En ik zie het dus echt heel sterk dat jij andere mensen van energie en van optimisme voorziet. Ik ben heel erg nieuwsgierig, Rudy, want jij bent je hebt bouwkunde gestudeerd. Wat maakte jij als klein kind dat je bouwkunde ging studeren? Of volgens mij moet ik nog een stapje terug gaan. Want volgens mij ben je rond je 18e heb je een hele mooie reis gemaakt. Ja. Nou, ik heb er zelf ook ooit van gedroomd om een mooie reis te maken. Ja. Maar dat heb je uiteindelijk gedaan. Ja. Nou, ik denk het idee om architect te worden zat er al heel vroeg in, op mijn 10e al. Toen wist ik al zeker, dus dan zit je in groep 6, denk ik, ik wil architect worden. Want er leek mij niets mooier dan iets te kunnen bedenken, iets uit te kunnen tekenen en er uiteindelijk gewoon zelf rond te kunnen lopen. Of door een wijk te kunnen rijden waarvan je verschillende woningen had ontworpen. Dat leek me al zo tof. Dus als klein kind maakte ik thuis al ontzettend veel tekeningen en platte gronden op schaal en toen ik 12 was, kreeg ik een lesje decoupeerzaag voor mijn vader. Toen zat ik in groep 8 en dan was je dus op woensdagmiddag nog vrij. En toen heb ik helemaal in mijn eentje in de schuur een konijnenhok gebouwd. En ik vond het eigenlijk leuk om dat konijnenhok te bouwen dan daadwerkelijk om een konijn te hebben. Helaas is het konijn ook na een paar maanden ontsnapt omdat het zelfgemaakte slotje op het deurtje niet sterk genoeg was. Dus je had nog wat te leren. Ja, precies. Dat was wel een beetje jammer. En ik kom dus echt uit een bouwfamilie. Dus mijn vader heeft een loodgietersbedrijf. En mijn broers hebben elektrotechniek en ook installatietechniek gestudeerd. Ja, dus echt een hele pragmatische familie. En ik dacht, als ik dus bouwkunde ga studeren in Eindhoven aan de universiteit, dan word ik uiteindelijk architect. En dan zouden we gewoon met de hele familie
huis kunnen bouwen. Ja. Super simpel eigenlijk. Ja. Dat is al een heel mooie droom die je als klein kind had. Ja. Maar wat maakte het dan dat je, voordat je ging studeren, een mooie reis ging maken? Ja, dat was echt een heel ander thema, want in het laatste jaar van het VWO begon ik enorm te twijfelen aan die keuze. Want ik dacht, ja, ik kan ook van allerlei andere dingen doen. Nu kan ik nog arts worden of advocaat of iets met communicatie of politiek, leek me ook interessant. En toch heb ik me toen ingeschreven voor bouwkunde, maar dan niet direct in het jaar na mijn VWO, maar een jaar later. Zodat ik nog een jaar de tijd had om te reizen. En dat zat op een heel ander vlak en dat was echt een hele zware, moeilijke persoonlijke struggle. En dat heeft ermee te maken dat ik op jongens val. En dat was op mijn 18e echt verschrikkelijk. Ik kende niemand anders die op jongens viel. En eigenlijk was mijn hele reis naar Australië één grote vlucht. Ik dacht, als ik dat doe, dan ben ik weg van mijn probleem. En dan hoef ik hier niet over na te denken. Ja. Ironisch genoeg natuurlijk. Je voelt hem al aan te komen als je voor het eerst in je leven in een vliegtuig zit en dan ook nog eens naar de andere kant van de wereld en daar voor ruim 10 maanden blijft. Ja, dan komt dit issue, de worsteling waar je mee zit, driedubbel hard in je gezicht terecht. Ja. Want je hebt geen nonsens dingen die je afleiden. Je zit alleen maar daarover te piekeren. Ja, en alleen met jezelf. Ja, dus dat was echt een extreem zware beproeving. Mm-hmm. Heel moeilijk jaar. Ik heb meerdere keren echt verscheurd door heimwee gedacht. Ik ga nu naar het vliegveld. Ik laat die auto die ik hier heb gekocht, die grote backpacker station wagon, hier staan op het vliegveld met de sleutels en het contact. Maakt niet uit wie je hem vindt en wie je meeneemt. Maar ik ga nu naar huis. Maakt me niet uit hoeveel een ticket kost. En tegelijkertijd dacht ik ook, ja, en dan ben ik thuis. Dan zit ik in een vergelijkbare situatie. Misschien nog wel erger, want al mijn vrienden zijn dan inmiddels gaan studeren. Ik kom terug in de winter. Ja, wat dan? Dan is het nog niet opgelost. Dus telkens motiveer ik mezelf, Rudy, nog één dag. En dan zie je wel hoe je er dan weer bij zit. En 24 uur, en misschien herkennen mensen dat ook die luisteren, 24 uur kunnen soms een wereld van verschil maken. Dus het echt niet meer weten, het echt niet meer kunnen, tot de ontmoeting van een totaal onbekende. Ja. Of iets wat heel verrassend plaatsvindt, waardoor je weer denkt, wauw, dit is toch echt een van de betere keuzes die ik heb gemaakt. Ja. En welke momenten zijn dat voor jou tijdens die reis geweest? Want het klinkt alsof het een heel struggling is geweest. Ja. Maar volgens mij ben je niet heel naar huis gekomen. Nee, klopt. Nee, wat dat betreft ben ik ook wel echt reetregen eigenwijs. En ook met een kop door de muur mentality. Als ik dit bedenk, dan ga ik het gewoon doen. Mm-hmm. En het maakt me eigenlijk ook niet uit hoe lang het dan duurt. Mm-hmm. Maar dit is gewoon het pad dat ik kies. En daar ploeg ik maar doorheen. Die eerste maanden die waren echt verschrikkelijk. Je moet je voorstellen dat ik net 18 was. Ik had 3 weken mijn rijbewijs voordat ik naar Australië vloog. Thuis ben ik ontzettend beschermd opgegroeid in een hartstikke leuke familie. Mijn moeder deed alles voor ons. Tot en met 6 VWO smeerde zij mijn boterhammen nog voor de lunch. En echt waar, ongelooflijk. In die eerste week dat ik in een hostel was in Sydney, in Australië, moest ik echt naar iemand toe gaan om in mijn meest dramatische Engels aan iemand te vragen, hoe bak je een ei? Ik was 18 en ik wist niet hoe je een ei moest bakken. Ik moest dat aan iemand vragen. So I had a long way to go. Yeah. Maar dat zat allemaal in dat jaar. En als je vraagt van wat zijn de turning points geweest, op een gegeven moment kwam ik een Duitse backpacker tegen, want ik nam ook mensen mee in die auto die ik had gekocht en dan kon je kosten delen. Ja. En ik was nog te jong om een auto te huren en met de bus dan heb je veel minder vrijheid, dus ik had al heel snel een auto gekocht. En zij was echt als een zus voor me. Wij klikten gewoon zo ontzettend goed. Zij was 1 jaar of 6 ouder, denk ik. En we hebben enorm veel hikes gedaan door het hele grillige landschap en echt gesproken over dingen die te doen, over de liefde, over je familie, over zelfacceptatie, over persoonlijke ontwikkeling. En een van de meest waardevolle dingen die zij tegen mij zei, toen was ik al 4 maanden onderweg, toen zei ze, Rudy, jij pakt nou 10 maanden uit je leven om hier iets van te maken, om dit voor jezelf op een rijtje te krijgen. En als je zo dadelijk teruggaat, na nog 1.5 jaar, dan kun je niet verwachten van al die mensen om je heen, dat ze er in 1 dag of binnen 1 week fine mee zijn. Dus eigenlijk de tijd die jij jezelf nu gunt, deze 10 maanden, dien jij vanaf de dag dat je terugkomt ook te gunnen aan al die mensen om je heen. En dat was eigenlijk een van de beste tips. Want iedereen maakt in zichzelf een bepaald proces door. En iedereen is ook wel eens gefrustreerd over een ander dat hij of zij nog niet zo ver is.
Maar als je jezelf echt aankijkt in de spiegel, dan kun je je afvragen hoe eerlijk het is om eenzelfde proces binnen no time af te dwingen bij een ander. Terwijl je er zelf bijna een jaar over hebt gedaan. Ja. En dat heb ik echt te harte genomen en uiteindelijk kwam ik terug en had niemand een negatieve reactie. Ik had de meest pitch black worst case scenario in gedachten. Dat ik verstoten zou worden van mijn familie en dat ik niet meer welkom zou zijn thuis. Nou, echt verschrikkelijke gedachten waar ik me later heel schuldig over heb gevoeld. Waarvan ik dacht, hoe heb ik dit ooit kunnen bedenken? Maar waar was je dan bang voor? Ja, dat ik gewoon de complete paria was, of die outlier, of dat ik helemaal niet in het plaatje paste van ja, hoe mijn broers hun leven leiden, of mijn ouders, mm-hmm. in het dorp, hard werken, gewoon recht toe, recht aan, niet te moeilijk. En ik had altijd het idee, er is nog veel meer en ik wil meer van de wereld zien. En misschien ga ik ooit wel in een stad wonen en ik zou heel graag willen gaan studeren. Ja. Ik hoef niet per se te weten waar ik over 5 jaar sta of wat ik dan doe. Dat vliegt me juist naar de keel. En dat hadden mijn broers helemaal niet. Dus ik voelde me al heel lang, jarenlang, ook op de VWO, tijdens de middelbare school, anders. Anders dan anderen. En dat knaakt wel aan je als je geen gelijkstemmende tegenkomt. Omdat jij... Als ik het dan goed begrijp, omdat je bang was of omdat jij merkte van joh, ik bewandel niet dat geëikte pad wat van mij verwacht wordt. Yeah. En dat van je worstelde je zelf mee, hoe jouw omgeving daarmee op zou reageren. Ja, ja. En was het dan qua toekomstvisie hoe je jezelf in de toekomst zag? Of was het ook in een relatie dat je op mannen valt? Of waar had dat mee te maken? Nou, het op mannen vallen vond ik allereerst al verschrikkelijk. Dus ik ben opgegroeid in Vlijmen, een dorp bij Den Bosch. En ja, ik zat echt wel in zo'n hele sterke monocultuur. En of mensen het nou echt meenden of niet, maar er was altijd wel een sfeer over homoseksualiteit. Dat het iets ver van je bed was. Of dat de plaatjes van de gay pride, die vullen heel dat beeld. Terwijl ik legio mensen ken, waarvan je totaal niet zou zeggen, die net zo goed homoseksueel zijn. Maar ja, die staan er niet in een onderbroekje op een boot te dansen. Nee. Dus daar identificeer ik me ook totaal niet mee. Dus dat is moeilijk als die mening over ja, anders gestemde, anders gezinde al zo zwaar is. Dan ga je ook aan jezelf twijfelen. Ben ik wel goed genoeg? Kan ik het veranderen? Zou ik niet gewoon een huwelijk met een vrouw kunnen faken? Nou, dat zijn allemaal thema's die tussen je 13e en je 18e, ja, in die puberteit. Je moet je voorstellen dat je op je 12e, 13e op de middelbare school in je puberteit komt. En je krijgt ideeën of gevoelens of wat dan ook. En je denkt, dit is normaal. Je weet, dat is de eerste keer dat je in een puberaal proces terechtkomt. En als puber weet je nooit wat de norm is. Je denkt, nou, misschien komt het bij mij later dat ik ook op meiden ga vallen. Of misschien ervaren alle jongens dit. Of... Ja. Dus het is heel verwarrend. En als je daar dan niet over spreekt, omdat je ook bang bent als ik het één keer zeg, dan gaat die gedachte nooit meer uit de hoofden van mensen. Dus ik hield het heel erg in me. Ja. En pas door zo ver weg te gaan naar Australië, naar de andere kant van de wereld, dacht ik, hier kan ik met mensen die ik totaal niet ken, of met andere Nederlanders die ik ook ben tegengekomen op reis, kan ik hierover sparren. Ja. En over praten. En ik herken wel een stukje in jouw verhaal in die zin. Ik ben zelf ook een klein dorp opgegroeid. En jij wist niet eens waar je er lag. ik ben op een boerderij opgegroeid. Dus ook maar qua waarden en normen. En ja, weet je, als je in jouw veilige, vertrouwde omgeving opgegroeid. En jij bent, of althans ik was ook heel erg gewend, dit is de standaard. Maar waarschijnlijk door jouw reis ben je er ook achtergekomen. Joh, heel die wereld ligt open. En ik ben helemaal niet zo vreemd. En... Want wat zei je, bent teruggekomen en voelde je jezelf ook een ander mens? Heel erg. Enorm. Dat zag je ook aan. Ik was super fit, want ik had een backpack meegenomen van 30 kilo, terwijl ik zelf 55 kilo woog. Ik was echt een schreeuwklein mannetje, dat sloeg nergens op. Op het begin van die reis kon ik letterlijk die backpack nog niet eens tillen naar het hostel toe. Oh. Maar daarna sleurde ik hem overal mee naartoe en ik had zoveel mensen ontmoet. Ik ben 6 weken in Nieuw-Zeeland geweest waar ik alles heb rondgelift. Ik ben daar met 114 mensen meegereden. De beste gesprekken, zoveel vertrouwen, zoveel waardering ook van die mensen. Voor wie je bent, voor wat je doet, de verhalen die jij meeneemt uit je eigen land. En ik weet me nog heel goed herinneren dat ik in mijn laatste week in Australië, dat was net voordat ik... nog 6 weken in Indonesië zou gaan rondreizen en dan naar huis zou gaan. Dus ik was al 9 maanden onderweg. En toen zei iemand, een Australier in Perth, tegen me, how is it to live in the center of the world?
En dacht ik, wat bedoelt hij daar nou mee? Hij zei, ja, jullie wonen zo dicht bij Parijs, dat is maar 6 uur rijden. Dan ga je waarschijnlijk ieder weekend in Parijs stappen. En Londen, een half uurtje vliegen, dan ben je dan daar toch altijd. En hij vanuit de meest geïsoleerde stad ter wereld, Perth, helemaal in West-Australia, keek daar echt naar op. Hij zei, je moet echt realiseren dat al het nieuws dat wij hier krijgen gedomineerd wordt door dingen die in West-Europa plaatsvinden of in Amerika. Ja. Al het nieuws wij weten over Amsterdam, over Parijs, over Londen. En hoe vaak zien jullie nieuws over Australië? Dacht ik, ja, echt heel weinig. En Nieuw-Zeeland, geen idee wat er in Auckland gebeurt. Want zo worden wij helemaal niet geïnformeerd. Dus dat leerde mij ook een les over perceptie. Mm-hmm. Hoe zie je jezelf? Wat is je positie ten opzichte van iets? En het is dus mogelijk om je perceptie te updaten. Niet alleen over de plek waar je woont en hoe centraal je woont. Of nou Vlijm of Vlieren is. Hey, ja. We zijn zo van Parijs en zo. Maar ook naar hoe je naar jezelf kijkt. Ja. En ik denk dat de grootste verandering die ik in die 10 maanden heb doorgemaakt. Dat ik zo... Ik was altijd al heel autonoom. En ik hing al niet zo heel sterk aan de meningen van anderen. Want ik dacht, ja, je moet vooral, je hebt altijd ik bij je. Je moet zorgen dat je jezelf op de rit houdt. En in jezelf blijft geloven. Maar toen ik terugkwam, dacht ik echt, ja, zelfs fuck het. Als ze me echt uit het nest zouden kieperen, bewijs van, echt slechte gedachte. Maar dan ga ik gewoon terug. Want ik heb gewoon een jaar lang heb mijn eigen boontjes gedopt. Ik heb baantjes gehad. Ik heb mijn eigen poen verdiend in Australië. Ik heb heel het land op eigen houtje rondgereisd. Ja. Ik kan dit. Ja. Dus in plaats van daar aankomen nog geen ei kunnen bakken. Ja. Nou ja, een jaar later... Ik flik het wel. Zo is het, inderdaad. Dus dat vertrouwen in je eigen kunnen is zo ontzettend belangrijk als je al een bepaalde beproeving hebt gehad. En daarna ging ik dus studeren. Start ik in september 2006 met de opleiding bouwkunde aan de Universiteit in Eindhoven. En daar kwam ook van die gekke frats van introweek en ontgroening. En ik dacht echt, wat een grap is dit. Is dit een ontgroening? Want ik had zulke rauwe heimwee ervaren... Die je gewoon van binnen opeet eigenlijk. Dat je echt met kerstmis, echt het stereotype, de winkels zijn dicht. En met 1 bordje koude macaroni alleen zit. Zonder dat je daar iemand hebt om het mee te vieren. Dat je denkt, oh, wat heb ik mezelf aangedaan. Maar ja, als je zo door dat dal bent gegaan. Ja. Dan is alles wat daarna komt ook zoveel draaglijker. Ja, stel niks voor. Maar je ging toch bouwkunde studeren. Ja, klopt. Want het idee was het dus nog steeds... En al die andere universitaire studies die waren toch heel theoretisch en allemaal uit je hoofd. En bij bouwkunde dacht ik ook, wauw, daar zit het atelier bij waarin je gaat ontwerpen. We hebben een maquettewerkplaats, je bent toch met je handen bezig. En de bouw is gewoon ontzettend breed. Dus als het geen architectuur wordt, dan kun je alsnog aannemer worden of stedenbouwkundige. Of je kunt dingen doen met vastgoed. En die essentie dat mensen altijd ergens moeten wonen... Ja, dat spreekt me wel aan. Het is gewoon iets dat het toe doet. Er zijn sommige sectoren die echt voor de luxe zijn en voor ons comfort. Ja. Hartstikke prima dat mensen daarmee aan de slag zijn. Maar ik wil toch wel met meer elementaire dingen bezig zijn. Ja. En wat is er dan in die studieperiode gebeurd? Want hoe lang heb je gestudeerd? 7 jaar. 7 jaar. Ja, je lacht me uit al die tijd dat jij al lang en breed op de wiel hebt. Nee, dat is waar, want ik heb ook gewoon... ik heb ook langer over mijn studie gedaan. Maar ik lach er niet om uit, want ik zet een lach op mijn gezicht. Omdat ik heb gelezen of gehoord in een van jouw filmpjes die ik heb gezien. Dat je moeite had elke keer met kerst, dat je dan zei... Ja, hoe gaat het met je studie? Klopt. Ja. Ja. Ik ben nog steeds bezig. Dat best wel een vervelend gevoel bij jou opleverde. Ja, en dat had er ook mee te maken. Dus ik was al aan de slag al die jaren al. Dus dat gebeurde halverwege het VWO al voor een jongerenorganisatie in Utrecht. En die leerde me echt over persoonlijke ontwikkeling. Ja. Voor hen gaf ik al workshops en trainingen aan andere jongeren door het hele land. Aanvankelijk over debatteren, maar ook steeds meer over presenteren. Dus dat deed ik al voordat ik naar Australië ging. En dat ben ik door gaan zetten toen ik terugkwam. Dus dat deed ik aanvankelijk allemaal als vrijwilliger. En ja, als eenmaal de wereld voor je open geklapt is en je ziet wat alle mogelijkheden zijn, dan ga je allerlei dingen doen. Dus ik was niet alleen bezig met sport, maar ik had ook 2 betaalde baantjes. En ik was vrijwilliger en ik ging dingen voor commissiewerk doen en voor de studievereniging. Dus daarom was ik eigenlijk heel actief. Maar dat resulteerde er wel in dat ik na 5 jaar studeren nog steeds mijn
P niet had. Oh, je P is mijn proppenduizen. Ja. Dus van het eerste studiejaar stond er nog altijd één verschrikkelijk vak open, calculus. Ik weet niet eens meer hoe vaak ik dat herkans heb. Ja. Maar dat heb ik pas na 5,5 jaar, dus in mijn 6e studiejaar gehaald. Ja. Maar ja, daartussenin zaten dus 5 kerstmisdiners met mijn familie. Waar ik vroeg, hey, hoe is het eigenlijk in Eindhoven? Toen zei ik, ja, hartstikke leuk, ik ken veel mensen, ik zit in een leuk studentenhuis. Ja. Ja, dus dat, en zij begrepen ook niet helemaal wat dan een P is en de bachelor en wat daar allemaal mee samenhing. Maar je kon niet blijven zitten, je ging gewoon door en ondertussen deed je ook vakken van andere studiejaren. Ja. Dus ja, dat was voor mij nog een heuveltje, dat hele moeilijke calculus. En toen ben ik echt een keer voor gaan zitten, dat ik dacht, ja, ik zit alleen maar mezelf in de weg. Ik moet gewoon niet per se op een 8 of een 9 mikken. Als ik gewoon een 5,5 haal, dan wordt het afgerond naar een 6. Dan knal ik hem erin. Nou, uiteindelijk is het een 7 geworden. En toen was die prop door de pijpleiding. En toen had ik ook binnen no time en mijn bachelor. Want daar hoefde ik nog maar 2 of 3 vakken van. Dus die had ik al binnen een 1,5 jaar. En toen mijn master. Nou, daar zeilde ik echt doorheen. Ja. Het ging echt zo vlot. Ja. Dus het is soms ook. Soms moet je gewoon shit die in de weg ligt even opruimen. Ja. En dan even tanden op elkaar. En even een weekend doorknallen. Ja. En dan tegen al het andere nee, nee, nee zeggen. Om de volle focus te hebben. En daarna heb je ruim baan om al datgene te doen wat je heel graag wil doen. Ja, soms moet je door de zure appel heen bijten. Ja, precies. En ik herken ook al wat je zegt met je studie. Ik heb dat tijdens mijn studie ook gehad. Ik was heel veel in het buitenland vanwege mijn sport. En ik heb toen destijds voor, volgens mij, accountancy of statistiek, een van die twee vakken, heel veel gemist. En ik kon heel veel zelf studeren, maar ik miste net, weet je, als je tijdens een periode iets mist, waar iets essentieels wordt uitgelegd, waarop voor wordt beduurd, dan is het heel lastig zeggen om de rest ook nog. Toen ben ik er inderdaad ook voor gaan zitten. Even echt gefocust. En toen heb ik ook echt gewoon een vet goed punt dat vak afgerond. Ik dacht, eerst lukt het niet nu. Nou, ja. Dat is gewoon, als je het even, hè, waar je aandacht aan besteedt, ja, even op focus, dan krijg je energie naartoe en dan lukt het ook. Ja. En vooral ook hoe je over iets denkt, je mindset. Als je blijft zeggen, dit lukt me niet, dit kan ik niet. Op het VWO was ik ook al niet goed genoeg eigenlijk. Op mijn tenen ben ik de Technische Universiteit binnengestruikeld. Maar ja, op een gegeven moment moet je van die belemmerende gedachten af. Ja. Want je bewijst jezelf al 5,5 jaar dat die je niet verder helpt. Nee. Ja, en ik wilde, hoe dan ook, wat ik al eerder zei, dan ben ik echt met de kop door de muur en hoeveel ik ook met tandvlees aan bijten ben. Ik ga gewoon die studie halen. Ja. Dat is een soort van belofte aan mijn ouders of wat dan ook. Ja. En uiteindelijk is het gelukt. En toen had ik mijn diploma en toen dacht ik in diezelfde week, oké, dankjewel, maar ik ga niets met me ook kunnen doen. maar het is, je hebt het wel gewoon afgerond. Ja. En dat geeft jezelf ook een fijn gevoel. Zeker. Je hebt er heel veel van geleerd. Echt. Nog steeds heb ik lessen in die ik heb geleerd tijdens bouwkunde. Een hele simpele is gewoon de metafoor van een architect. Begin with a goal. Begin with the end in mind, zegt Stephen Covey. Een van de 7 lessen van effectieve mensen. Maar dat is eigenlijk ook de basishouding van een architect. Ja. Dus terug te komen naar de titel van die talk. Als jij een huis wil laten bouwen en je komt bij een architect, dan probeert hij er ook achter te komen wat jouw specifieke antwoord is op de vraag, waar heb jij nodig? Ja. Ja. Wordt het een huis voor jullie 2 of zijn er kinderen op komst? Wil je een grote garage omdat jij je auto wil sleutelen? Vragen, vragen, vragen. En zodoende komt hij tot de ontwerpbeginselen, zodat hij een plaatje kan maken, een eindproduct van hoe het moet worden. Nou, pas als je daar akkoord op geeft als client, dan pas gaat de eerste schop de grond in. En bij trainingen of evenementen die ik dan mag begeleiden, zoveel van die gevallen willen mensen gewoon beginnen. Of hebben ze een leuke spreker gezien, of hebben ze een leuke werkvorm ooit eens gedaan. En dan denken ze, die moet in die dag zitten. Ja. En ik vraag altijd door, met welk doel? Ja. Wat wil je met die mensen bereiken? Ja. En dat dien je eerst te weten voordat je zo'n programma opzet kunt maken. Dus die manier van denken maakt dat ik veel sneller eigenlijk zo'n programma opzet kan maken. En daar ook klanten echt goed bij kan helpen. Dat is wel heel gaaf. Dat je begint eigenlijk met een droom of wat is je doel. Ja. Van, je gaat echt meteen naar het grote toe. Ik zie dat zelf ook en ik gebruik ook een metafoor uit de bouw altijd. Ook zeg maar in mijn coaching en begeleiding. En dat is ook vooral wat ik heb geleerd zeg maar, vanuit mijn sport. Is, hè, weet je, vaak willen mensen als ze überhaupt gaan sporten. Dus gaan ze vaak in één keer keihard en heel fanatiek. En ik zeg altijd, ik gebruik altijd een metafoor van, als je een huis gebouwd, begin je eerst met het fundament. Zo is het. Met de basis, weet je wel. En natuurlijk met het doel voor ogen en de top in mind. Maar wel eerst first things first. Ja. En dat is niet altijd even fijn. Ja. Maar first things first. En dan, op het moment dat die basis is,
kan je vastgeven. Want dan gaat het in één keer heel snel de lucht in. Klopt. Dat is wel... En we leven in een maatschappij waar je zoveel dingen ziet alsof mensen instantly dingen bereikt hebben. Met al je Instagram feeds en dingen die je op LinkedIn ziet. Ja. Waarvan je denkt, dat wil ik ook. En als je echt goed bij jezelf te raden gaat, wat wil je dan eigenlijk? Misschien is dat interessant om daar ook nog verder op in te zoomen. Want de helft van de dingen wil je zelf echt niet hoor, believe me. Maar dat ze al dat werk wat daar vooraf in is gestoken, dat zien ze dan niet. Nee. Of de pijn die mensen hebben gehad, of de offers die ze hebben moeten geven. Ja. Terwijl die essentieel zijn in die fundering, die zit onder de grond, dus die zie je bij een woning ook niet zitten. Nee. Waar toch heel veel effort in moest gaan zitten. Ja. En ook wat jij zegt, door die pijnen heen gaan. En daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Je geeft aan over van iets wat onder de grond zit. Je bent, als ik jou zo hoor, heel je studieperiode al heel veel met persoonlijke ontwikkeling bezig geweest. Bewust of onbewust met datgene bezig. Is dat het fundament geweest? Mede en je studie, zeg maar. En die reis naar Australië, Nieuw-Zeeland, is eigenlijk jouw fundament geweest. Ja. Waar je nu mee bezig bent. Zeker. Neem ons eens eventjes mee, de luisteraars. Hè, van wat doe je nu? Of hoe ben je vanaf na je studie gekomen tot waar je nu staat? Ja, ja. Nou, halverwege de studie, dus ik was al heel lang bezig voor de jongerenorganisatie. Daar startte ik toen ik 16 was. Ik ben nu 31, dus ik ben al de helft van mijn leven, 15 jaar lang, heel actief bezig met persoonlijke ontwikkeling, de kracht van storytelling, interactie, groepsdynamica, al die facetten waar mensen zo ontzettend veel van kunnen leren. En dat heeft me altijd gedreven tijdens mijn studie ook, dus ik was een tijd lang bezig. En op een gegeven moment had ik een bijbaantje als privéchauffeur. En toen zat ik net aan het begin van mijn master. Dus ik had nog 2 jaar op de teller staan. En toen moest ik iemand chauffeuren. Dat was in de buurt van Asten. Een hele rijke accountant was dat. En die was gewoon te druk om gewoon zelf achter het stuur te zitten. Dus ik moest hem in die dure Volvo van hem overal toe brengen. Maar als hij dan een afspraak had, zat ik vervolgens een uur of anderhalf uur in die auto te wachten. En kon je een boek lezen of kon je aan je studie besteden. Maar toen was mijn plannetje ontstaan. Ik wil gewoon vette dingen doen. Want eigenlijk bevond ik me toen ook op een periode dat ik dacht, na 5 jaar studeren heb ik mijn P nog steeds niet. Dit kost wel heel veel energie. En als dit alleen maar de introductie is van mijn verdere loopbaan, ja, dan wordt het wel echt zwaar en dan ga ik niet lang volhouden. Dus ik zakte langzaam ook weg in zo'n dalletje waarvan ik dacht, wat een moeras eigenlijk. En ik heb vettere momenten in mijn leven gekend. Want ik heb ook heel veel hoogtepunten meegemaakt bij de jongerenorganisatie, maar ook in Australië. En met heel veel projecten die ik al naast mijn studie had gedaan. Dus toen was het eigenlijk in de zomer van 2011, dat is nu ruim 7 jaar geleden, dat ik de allerbeste beslissing van mijn leven heb gemaakt. En die luidde simpelweg, vanaf nu ga ik alleen maar gave dingen doen. Dingen waar ik echt in geloof en dingen waar ik energie van krijg. Want als die 2 voorwaarden voorhanden zijn, volgt de rest wel. Ja. En zo werkt het ook echt bij mij. Dus in de zomer van 2011 ben ik gestart met gaaf, positieve energie. Heb ik me ingeschreven bij de KVK als eenmanszaak. En toen ben ik 2 jaar lang, arms wide open, op iedere klus of paneldiscussie of groepsworkshop of wat dan ook. Zei ik, dat kan ik ook doen. En dat gebeurde echt, dat startte met een appel en een ei. De eerste klus was gewoon een VVV-bon van €50, denk ik. Maar prima, ik had er nog een paar bijbaantjes bij. En langzaamaan, naarmate ik meer ging verdienen met gaaf, kon ik die bijbaantjes afbouwen. Totdat ik gewoon na 2 jaar studeren mijn masterdiploma had van bouwkunde. En dus de keuze heb gemaakt, nou, dankjewel bouwkunde, je hebt me veel geleerd in 7 jaar tijd. Maar ik ga niet verder in die sector, omdat het ook best wel grimmig was, maar ook best wel pessimistisch en conservatief. Dat ik dacht, oké, alle dingen die ik in de bouw zou kunnen en mogen doen, die leveren me misschien een 8 op. Maar al die vette dingen die met gaaf op me zitten te wachten, ja, daar krijg ik gewoon een 10 gevoel van, weet je wel. Dat is echt gaaf. Het is onzeker, ik kan mijn talent inzetten, public speaking vind ik super tof. Ik wil mensen inspireren, storytelling vind ik vet, maar ik wil andere mensen ook aan de gang zetten met mind-blowing opdrachten en workshops. Nou, dus het voordeel om al tijdens mijn studie begonnen te zijn, is dat ik al een paar opdrachtgevers had. Ja. En al veel ervaring daarmee van hoe je dat aanpakt. En toen is het mondjes aan maat eigenlijk gegroeid. En wat jij al eerder zei, alles wat je aandacht geeft groeit. Ja. En dat is ook zeker het geval dat als heel je studie klaar is en je hebt op een gegeven moment 40 of 50 uur in de week om echt dedicated aan je business te besteden. Ja, het kan niet anders dan dat je dan meer opdrachten krijgt en uiteindelijk ook beter wordt in wat je doet. Ja.
En bovendien, die beslissing die jij maakt, dat je alleen maar gave dingen gaat doen waar jij energie van krijgt. Dat merk ik bij mezelf, zie ik bij heel andere mensen en zie ik bij jou, volgens mij is dat ook gebeurd. Op het moment dat je dat doet, zien mensen dat, worden ze enthousiast van jou. En ja, je zit natuurlijk ook, daar zit daar jou ook helemaal voor het positiveren, ja, ja. Energie geven. Ja, die boost kan je alleen maar mensen geven als je zelf energiek en positief bent. Dat klopt. Klopt. En dan heb je echt een mega aanzuigende werking. En ik doe ook heel veel met teamtrainingen en binnen commerciële organisaties of stichtingen of het onderwijs. En soms zet ik gewoon een training stil, want dan komt er een idee of een brainstorm of wat dan ook komt er voorbij. En dan zeg ik, wow, even time out. Ja. Geloven jullie hier zelf in? Ja. Als het je eigen token zou zijn, zou je heel dit plan dan optuigen? Nou nee, maar het hoort bij de strategische doelen. En dan denk ik al, dit is gewoon niet de weg waarop het gaat lukken. Je wordt links en rechts ingehaald door een vlottere, snellere start-up. Ja. Met een paar jonge lui die denken, ja, we hebben iets totaal anders bedacht waar we wel met hart en ziel in zitten. Dus het kan niet anders dan dat die start-up zo'n grotere organisatie inhaalt. Ja. En als je aan mensen dan vraagt wat ze echt belangrijk vinden, dan is dat echt wel even vroeten en zoeken. Maar als je aan mensen vraagt waar loop je echt helemaal op leeg, dan hebben ze binnen no time een project of een proces of een vergaderingscyclus hebben ze te pakken. Ja. Dan zeg ik, nou, waarom zou je niet naar je manager toestappen om te vragen, kunnen we niet even het een tegen het ander inwisselen? Ja. Dus ik heb een keer een klus gedaan voor de gemeente Eindhoven en de volgende ochtend had ik via Facebook een berichtje van een van die deelnemers daar. Die zei, wauw, jouw inzicht om gewoon een project om te wisselen met een ander. Ik ben vanochtend eerst werk om 8:30 naar mijn manager toe te gaan. Ik heb gezegd dat ik op dat en dat project helemaal leeg loop. Hij zei, nou prima, geef hem maar terug en kies maar een ander project voor in de plaats. That easy. Zo simpel is het. Ik heb er 2 jaar mee lopen worstelen. Denk, ja, zo'n klein inzicht kan me al een wereld van verschil maken. Ja, en ook een stukje communiceren, bespreekbaar durven te maken. En ook stil durven staan, wat wil je echt? Ja. Want wat wil jij echt? Ja, dat is in de kern en dat komt echt wel uit dat inkt zwarte dal in Australië. Toen ben ik echt zo ver gegaan dat ik dacht, ja, misschien is het gewoon voor iedereen beter en voor mijzelf ook als ik morgen gewoon niet meer wakker word. Dus dat heb ik echt maandenlang aan een stuk. Was dat een terugkerende gedachte die echt in het zwart was, waar ik ook met niemand over kon praten, waar ik alleen maar in mijn dagboek toen, in mijn reisdagboek, over kon schrijven. En dat was het gevoel dat je pas voor het eerst in Australië had? Nou, ook dat sluimerde ook wel in Nederland al. Gewoon niet het gevoel hebben om aansluiting te hebben. Mm-hmm. Of het is niet per se het woord ambitieus, maar ook wel gewoon de honger of de nieuwsgierigheid naar andere werelden. Die zat ook niet zo sterk in mijn klasgenoten. Mm-hmm. Dus daar zat ik al niet in een hechte vriendengroep of zo. Als in van, ik kan niet zonder die mensen. Want als je dat wel hebt, dan is het veel aannemelijker dat je gewoon blijft waar je bent, in je dorp. Want ja, dan wil je dat niet verliezen. Maar wat ik al eerder zei, mensen vinden het zo ontzettend veel makkelijker om aan te geven wat ze niet willen, wat ze niet zijn, waar ze niet in geloven, in plaats van de andere kant van het lijstje. Ja. Dus in al die talent programs waar ik, wat wil ik, wie ben ik, wat kan ik centraal staan, ja, dan gun ik de deelnemers bijna wel eens om een keer van tevoren door zijn dal geweest te zijn. Want dan wordt het veel makkelijker om die dingen te benoemen. Ja. En terug naar jouw vraag, wat wil jij dan echt? Ja, het klinkt misschien heel cliché, maar in de kern komt het op 3 woorden neer. Ik wil stralen. Ik wil maximaal mijn potentie inzetten. Ik wil bijdragen. Ik ben echt niet vies van hard werken, maar dan moet het wel iets zijn waar ik in geloof en waar ik ook echt energie van krijg. En ik heb geleerd dat de rol van dagvoorzitter, spreker, teamtrainer echt op mijn lijf geschreven staat. En het duurt een tijdje, het duurt misschien wel jaren voordat je denkt, ik ben goed genoeg. En in plaats van een VVV-bom, 3 koudenballen en een stuiterbal, ga je me gewoon geld betalen voor dit. Want je denkt, hè, dit is toch super simpel. Ik doe gewoon waarvan ik denk, zo moet het of zo werkt het. Het vloeit gewoon als een malle. En vervolgens komen mensen naar je toe en die zeggen, wauw, dit was zo gaaf, hier moet je echt iets meer mee gaan doen, hier moet je je werk van maken. En dan denk je, maar dit is gewoon mijn hobby. Dit doe ik gewoon als je me niet zou betalen. Maar op een gegeven moment moet je voor jezelf als professional, als je er echt van wil leven, en er dus zoveel mogelijk van je tijd mee bezig wilt zijn, gewoon de keuze maken. Nou oké, dan ga ik het ook professionaliseren. Ja. Dus
terug naar de vraag, wat wil jij echt? Ik wil stralen. Daartoe dien ik mijn talenten en potentie in te zetten. Welke rol hoort daarbij? In mijn geval die van dagvoorzitter, spreker en teamtrainer. Ja, en welke klussen heb je dan nodig? Dan heb je dus die verschillende podia nodig of die settings waarin jij jouw ding kan doen. Ja. En dan moet ik vooral niet bij een heel groot aannemersbedrijf 40 uur van mijn leven per week achter een computer gaan zitten. Dus, waarin je wegzakt heel gras. Ja, maar niets ten nadele van die mensen, want zelfs als zij dat leuk vinden om als een projectleider te zijn of gedetailleerd details uit te werken van het gebouw, fantastisch. En voor al die mensen hebben we een job en die hebben hard nodig. Maar het heeft geen zin om jezelf te downplayen en te denken, oké, ik ben helemaal de studietijd 7 jaar lang bezig geweest om tot die professional van bouwkundige te komen. Terwijl ik daarnaast ook een plan B had. Ja. En dat sterkte me ook heel hard, waarvan ik dacht, ja, ik ben hier eigenlijk al sinds mijn 16e mee bezig. Ja. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk al 10 jaar met dat persoonlijke ontwikkeling bezig. En maar 7 jaar met bouwkunde. Dus ja, als je het qua intensiteit gaat bekijken, dan... En je bent echt met jouw missie. Je zorgt goed voor jezelf en daarvoor sta je in je kracht. En ik ben wel nieuwsgierig naar, want je geeft aan van, dat je nu eigenlijk van die VVV-bol gaat naar je eigen business en dat jij ingezet wordt als trainer, dagvoorzitter en spreker. Ja. Ik denk dat je best wel wat mindfucks door bent gestaan. Je had het net ook al over je studieperiode, van dat je eigenlijk eerst bent gaan denken, ja, ik kan het niet, van ja, ik ga die studie gewoon afronden. Dit lukt mij gewoon. Maar dat is ook met je eigen business opzetten. Ja. Welke mindfucks of welke belemmerende gedachtes heb jij in die periode gehad? Ik ben niet goed genoeg. Ik ben te blij. Ik ben te jong. Ik ben te springerig. Ik ben te onervaren. Al die dingen. Totdat je mensen ziet die misschien net iets jonger zijn dan jij of 3 jaar ouder zijn dan jij en een programma draaien waar je toevallig zelf in het publiek zit en denkt, is dit het? Kom op man, je zou nou dit en dit moeten doen. Of dat je denkt, ja kom, ik heb 1 keer ergens meegedaan met een ondernemersavond en daar ging een gast pitchen. Nou echt tenen krommend. En die bleek pitch-expert te zijn, zichzelf uitgeroepen daartoe. En het was die avond dat ik dacht, ik ga pitchtrainingen geven. Ja. Want ik heb 10 jaar ervaring met mensen die staan te bouwen voor groepen en ik begrijp hoe ik ze tot de kern kan krijgen. Ja. Nou, en als je dat vaker aanbiedt, dan word je daar ook vaker voor gevraagd. Mm-hmm. Tot een jaar geleden dat ik bij het NK pitchen van Nathalie Mangelaars, met wie ik ook veel samenwerk, de keynote mocht verzorgen in een volle zaal in de Jaarbeurs in Utrecht. In 10 minuten tijd, hoe zet je een snelle to-the-point pitch in elkaar? Dus, ook daar, en als je een keuze maakt en je houdt er wat langer aan vast, dan kom je daar wel toe. En ik denk nogmaals, dat is misschien wel een kernboodschap, maak gewoon ook eens een lijstje wat je sowieso niet wilt of waarvoor je niet staat. En wat is de tegenhanger daar dan van? Want dan kom je langzaamaan ook dichter tot jouw eigen kern, wat jij wel belangrijk vindt en waar je in gelooft. En daar kun je gewoon voor kiezen om je werk van te maken. Ja. Dat is wel heel gaaf. Maar wat stond er op jouw niet-lijstje? Want je had al natuurlijk bouwkunde afgestreept. Ja. Maar dan heb je natuurlijk je eigen business. Je bent evenementen gaan organiseren. Het was heel breed. Het was zo ontzettend breed. Dus ik begon. Mijn bedrijfsnaam is dus Gaaf Positieve Energie. En de eerste helft van die bedrijfsnaam die is eerlijk, eigenlijk heel eens egoïstisch. Gaaf. Ik wil alleen maar gave dingen doen. Omdat ik ook wist dat als ik daar niet actief voor kies, dan loop ik de kans om weer die helling af te glijden en in dat verschrikkelijke moeras terecht te komen. En er was ooit een turning point in Australië geweest, waarin ik tegen mezelf had gezegd, dit nooit meer. Dit is gewoon levensgevaarlijk. Hier moet ik nooit meer terecht zien te komen. Dus ik moet er alles, maar ook alles aan doen, om niet van die helling af te glijden. En dat is dus bewuste keuzes maken. Dus juist de andere kant van de medaille kiezen. Dat is dus gaaf. En ik weet wat de voorwaarden daarvoor zijn. Want ik moet erin geloven en ik moet er energie van krijgen. En het andere gedeelte van het bedrijfsnaam is positieve energie. En dat was wat in 2011 knijterhard nodig was. Want kranten stonden vol. Mensen, allemaal zeurpieten. Dat ik dacht, kom op man. Ik heb een groot deel van de wereld nu al gezien. Ik had ook andere reizen gemaakt inmiddels tijdens mijn studietijd. Wij zijn een van de rijkste landen van de wereld. Een van de gezondste, een van de meest hoger opgeleide landen. Landen. We live in the center of the world en we maken er geen gebruik van. Of we are not living up to it. Nou, daar was ik dus zo klaar mee dat ik dacht, ik ga gewoon die roepen in de woestijn zijn. Ja. En dan zie ik wel wie er naar me wil luisteren en wie me opbelt of boekt.
Nou, dat is dus langzaamaan begonnen met allerlei verschillende klussen. Van zaalinterviews tot gespreksmoderatie tot debattrainingen, van alles. En langzaamaan ben ik me meer en meer gaan specialiseren op de vorm. Hoe je interactie en hoe je een programma opbouwt en de volgorde van programma-elementen in elkaar schuift. Anders dan specifieke inhoud. En die inhoud, als dat al iets is, dan gaat het over die optimistische mindset, persoonlijk leiderschap, groepsdynamica. Ik durf te zeggen dat ik daar sterk in ben. Dat mensen me daar ten alle tijde voor kunnen bellen en dan heb ik daar een idee over. Maar onderwerpen, ja, die kunnen over van alles gaan. Ja. Dus dat maakt dat mijn doelgroep heel breed is. Van Stichting Vluchtelingenwerk tot en met Philips of Heijmans of partijen als Enexis en Brabant Water. Hele verschillende partijen. Maar ja, uiteindelijk willen mensen allemaal een stapje verder of vooruit of een betere teamsamenwerking hebben. En daar help je bij. Ja. En wat je niet wilt, want ik heb... Klopt, ja. Daar vroeg je naar. Nou ja, en misschien ook al eventjes leuk om... voor de luisteraars om te weten, we waren al langer geconnect via LinkedIn en ik ben eens gaan nagedenken, hoe is die connectie ontstaan? En ik heb een keertje een van jouw events gezien en dacht ik, hé, dit is gaaf om naartoe te gaan, want volgens mij organiseerde jij een event waar iedereen op in kon schrijven. Klopt. Kan je daar even iets meer over vertellen? Ja, nou in die eerste jaren was het dus echt, ik moest bijkomen van die studie, want dat was echt een aanslag op mijn leven qua uren en ik was bijna overwerkt tegen de tijd dat ik 26 was. Dus in dat jaar daarna heb ik eigenlijk zo min mogelijk gedaan en alle opdrachtjes die ik kreeg, die ben ik gaan doen, maar ik heb ook heel veel boeken gelezen en ik ben echt na gaan denken over waar staat gaaf nou voor dat optimisme en die energie, wat wil ik wel doen en wat niet. Ik wil niet rapporten schrijven, ik wil niet op kantoren zitten, ik wil niet eindeloos in vergaderingen zitten of in files staan. Dat ga ik allemaal niet doen. Dat heb ik voor mezelf ook allemaal opgeschreven. Dus dat is één super concrete tip aan de luisteraars. Set your own life rules. Dat heb ik laatst gedaan met jong professionals in Tilburg. Die moesten allemaal 5 regels voor zichzelf opstellen. En eentje die zei, als ik langer dan 3 weken pieker over mijn relatie, dan maak ik het uit. Iemand anders zei, ik ga minstens 2 keer in de week sporten. Weer iemand anders zei, iedere dag ga ik voor zonsopgang opstaan. Ik denk, nou, niet zo heel pittig, maar goed. En in plaats van dat mensen dachten, dit limiteert me, voelden ze zichzelf eigenlijk vrijer. Want in zo'n wereld als de onze, waarin alles mogelijk is, dien je eigenlijk jezelf een paar limitations op te leggen, zodat je met een paar thema's aan de slag gaat en niet met 641 dingen tegelijk. Dus daar was ik dus ook heel erg met gaaf mee bezig. En toen kwam ik erachter dat ik de rol van dagvoorzitter super vet vond. En toen ben ik aan allerlei mensen om me heen gaan vragen, hoe word ik binnen 3 jaar tijd een van de beste dagvoorzitters van Nederland? Nou, er werden allerlei open deuren opengetrapt. Dat je moet interviewen, je moet rap van tong zijn, humor, werkvormen. Maar één persoon zei toen een keer, ik denk dat de beste dagvoorzitter van Nederland ook zijn eigen events organiseert. Want dan creëer je eigen podium. Ja. Oké, die zag ik niet. Nou, toen is het idee binnen 7 weken van Blow Our Minds ontstaan. Binnen 7 weken hadden we een locatie, een programma, 55 betalende deelnemers. Super vet. Ik had 10 vrijwilligers, professionals om me heen opgetrommeld. De een deed iets over voeding, de ander over scrum, dan weer yoga, storytelling, van alles. Waarvan ik dacht, deze 10 mensen hebben mij massively hard geïnspireerd. Als ik ze bij elkaar zet, dan ontstaat er gewoon een bom van positieve energie. Blow our minds. Positieve energiebom. En we hadden 55 deelnemers, al een 8,3 in de gemiddelde beoordeling van mensen. En nou, we waren echt over the moon. Die borrel daarna duurde 2 uur. Er zijn vriendschappen gesloten. Mensen die nu nog 4 jaar later contact met elkaar hebben. En toen dacht ik echt, wat is dit? Het was gewoon een magical toverrecept, weet je wel. Van tevoren wisten we echt niet wat we gingen doen. Maar het ontstond gewoon. En dat gaf ook weer olie op het vuur van dit moeten we vaker gaan doen. Dit kunnen we gewoon en we weten de juiste snaar te raken. En dat hebben we in totaal 6 keer georganiseerd. En parallel daaraan kwamen mijn eigen aanvragen als dagvoorzitter en spreken die namen ook gewoon flink toe. Want dan, ja, dan creëer je weer reuring. Daarnaast heb ik veel blogs geschreven op LinkedIn. Dus daar ben ik actief waar veel mensen me op volgen. Maar hebben ook staande ovaties gedaan met het kleine blauwe krukje. Oh ja, op pleinen. Dus honderden mensen hebben de staande ovaties gedaan. Alles om dat positiveren te vullen eigenlijk. Dus de blogs, de events, gaaf events.
En alle losse opdrachten die ik deed, die leidde ik eigenlijk allemaal daar naartoe. En daardoor kreeg Gaaf steeds meer en meer vulling. En na 6 edities kwam ik erachter. We hebben ontzettend veel geleerd. We hebben heel veel mensen bereikt. Organiseren is niet mijn ding. Wat ik net voor de podcast ook al tegen jou zei. Ik ben veel meer van improviseren. Snel schakelen. Ik wil het land in. Ik wil niet met al die kleine details bezig zijn. Van draaiboeken. Laat dat de opdrachtgevers maar doen. En dan kom ik voor het ding wat ik heel graag wil doen. Ja, dus uiteindelijk, ja. En dan kies je. En dan word je gekozen. Kiezen word je gekozen is ook een veel gehoorde uitspraak. Misschien heel wel door ZZP'ers. Want als jij dan zegt, ik ben die dagvoorzitter, ik ben die spreker, ik ben die teamtrainer met veel positieve energie en 15 jaar ervaring om welke doelgroep dan ook vlot te trekken. Ja, dan word je daar al gebeld. Dan komen de mailtjes. Maar ik vind het wel cool, want je zei ook voorafgaand dat wij al de opname aanzetten. Ja. Zei of ja, ik ben eigenlijk niet zo, marketing is ook niet zo mijn ding. Maar als ik jou zo hoor, ik heb een marketingachtergrond, denk je me echt fucking slim geweest. Want wat je hebt gedaan is door de events heb je mensen kennis met je laten maken, heb je zelf in de spotlight gezet, je hebt zelf die expertstatus geclaimd om dat te doen. Vervolgens ben je ook met die blogs bezig geweest. En je bent heel goed in jezelf te positioneren. Want gaaf, voor positieve energie. Jij staat ergens voor, dus jouw branding is echt supersterk. Nou, ja, daarnaast durf je te zeggen, ik ben dagvoorzitter, trainer, teamtrainer. Jij durft daarvoor te gaan staan. Ja. Ja, mensen weten tenminste waar ze voor moeten zijn. Je bent heel duidelijk wat ze krijgen. Ja. En doordat je dat doet, krijg je dus ook een brok energie. Omdat jij gaat stralen, omdat je het leuk vindt wat je aan het doen bent. Klopt. Dus ja, ik denk dat dat ook een tip is, ook voor mensen die voor zichzelf willen beginnen. Op een gegeven moment dien je jezelf gewoon een nieuwe functietitel op te plakken. Ja. Want misschien ben je nu assistent manager, maar dat was je een paar jaar geleden nog niet. Dus er is een dag in jouw leven geweest dat opeens die titel bij jou bijgeschreven werd. Dat kan naar een sollicitatie zijn geweest of naar een interne promotie. Maar zo werkt het eigenlijk ook met de titel die je jezelf toekent op LinkedIn. Er is ook een dag geweest dat ik dagvoorzitter/spreker intypte. Dat ik dacht, ja, ik ben vooral trainer eigenlijk. In kleinere groepen, daar heb ik ervaring mee. Ja. Maar ja, fuck it. Op een bepaalde dag dien je gewoon die nieuwe titel te claimen. Ja. Om hem ook te kunnen gaan vullen. Ja. Toen ik een van de eerste aanvragen kreeg in 2011... met de vraag telefonisch aan me, Rudy, doe jij ook zaalinterviews? Dat je à la Twan Huis voor een grote zaal zit en een van de prominente personen te interviewen. Ja, moest ik wel heel eventjes bij mezelf nadenken. Maar het duurde niet langer dan een split second dat ik zei, ja, kan ik ook. Hey, bluffen, want anders kom je er nooit tussen. Nee. Toen die man vervolgens zei dat hij, mooi, we gaan jou boeken en jouw gast van de avond is onze eregast van het event, oud-premier Ruud Lubbers. Nou, toen viel ik bij een flauw en toen dacht ik, holy moly, ik heb nog nooit een zaalinterview gedaan. Ja. Ja, maar dat heb ik wel gedaan toen ik 25 was. En ook dat was weer zo'n drempel. Je stapt eroverheen, volledig met het vertrouwen. Weet je, aan de andere kant van de drempel of aan de andere kant van de muur zijn er ook hele toffe mensen die ik om hulp kan vragen. Het zijn niet allemaal barbaren of enemies of... Toen ik een keer huilend op een camping in Australië heb gezeten, omdat ik zo verscheurd was door heimwee, kwam ook die campingbazin naar me toe. Zij zei, oh boy, how are you doing? Can we do anything for you? En kwam ze gewoon uit zichzelf, kwam ze mij troosten, omdat ze gewoon een mens is, net zoals jij en ik, die ook wel zien als iets niet oké is. En ik denk dat dat een les is, en dat is eigenlijk het centrale, de centrale kernboodschap waar ik nu steeds meer en meer na 15 jaar met honderden en honderden groepsessies op uitkom. De vraag is, het loont veel meer om vragen aan mensen gaan stellen dan om zelf antwoorden te geven. Waar ik in de finale van Heel Brabant Spreekt met topspreker Remco Klaassen op uitkwam. En dat is de onvervalste ABN-vraag. Wat heb jij nodig om gewaardeerd te worden, om gezien te worden, om gehoord te worden. En ga eens bij jezelf te raden hoeveel negatieve of vervuilende incentives jij eigenlijk aan het doen bent. En dat kan van alles zijn met type mensen waar je per se mee om wil hangen, kleding, materiële spullen die je hebt, je Instagram feed die je soms ook maar helemaal faked omdat je denkt hier wil ik zoveel likes op hebben. Maar als je echt naar de kern gaat, hoeveel heb je dan echt nodig? En door als
backpacker zo rudimentair over het zuidelijke halfrond rond te gaan met een backpack van weliswaar 30 kilo. Te veel. Veel te veel. Ja, veel te veel nodig. 15 kilo weet ik nou. Maar dat je weet, toen heb ik een jaar lang geleefd met alle spullen die gewoon aan mijn eigen schouders konden hangen. En nu, 12 jaar later, heb je veel meer materiële dingen, een huis, een auto, en dat is allemaal fijn. Maar je hebt het niet per se nodig. Nee. Want ik heb mezelf bewezen dat het ook minder kan. Ja. En als je dus dingen weg gaat snijden, ook qua kosten of die auto, dan hoef je ook niet zoveel voor jezelf om die poen te verdienen. Nee. Dus dan kun je al een heel stuk minder druk maken. En dan ontstaat de ruimte om echt te ontdekken wat je wel wilt gaan doen als tegenhanger voor al die dingen die je nu al doet, die je eigenlijk al niet wil doen. Ja, dat is heel gaaf. En ik herken ook heel veel wat je zegt, joh. Dus dat je aan de ene kant al gaat handelen vanuit je toekomstige zelf. Ja. Met keuzes die ik ook maak, denk ik, oké. Okay, have a plan B. Ja, wat past deze keuze bij wat ik over een jaar wil? Ja, doe ik. En geeft het me energie of kost het mij energie? En ook het stukje van inderdaad schrappen. Van, je hebt helemaal niet veel nodig. Ik ben pas in Schotland geweest. Gewoon een tentje in de regen. Boeiend. Dan ben ik heel gelukkig. Zo is het. En dat is heel mooi. Dat vind ik ook wel gaaf om dat bij jou terug te horen. Ja. En wat je net ook benoemde. Een stukje over die live roles. Hè? Dat je dat met een team samen ging bespreken met jonge professionals. Ja. Wat zijn jouw eigen live roles? Eén allerbelangrijkste is piek wanneer het nodig is. Dus voordat de podcast aanging, vroeg je me ook, ben jij altijd optimistisch? Niet altijd, kan ik in alle eerlijkheid zeggen. Maar je kunt je wel afvragen op een schaal van 1 tot 10, hoe optimistisch ben ik? Of hoe open-minded ben ik? Of hoe vergevingsgezind ben ik? En op zulke vragen, of welk cijfer geef ik aan mijn leven? De pessimisten en de critici die zeggen ook, nou, je kunt echt niet 100% van je tijd gave dingen doen. Zeg ik, nee, dat klopt, maar het is nogal een verschil of je 80% van je tijd gave dingen doet, of maar 8% van je tijd gave dingen. Dus het is geen binaire schakelaar van aan of uit, het is gewoon een geleidende schaal. En voor mezelf, terug te komen op mijn eerste life rule, piek wanneer het nodig is, is aan te geven dat je op die momenten dat je geboekt wordt als spreker of als professional, dan moet je er gewoon zijn. Ja. In dat uur met dat interview van Ruud Lubbers, dan moet ik gewoon helemaal aanstaan. Maar daarna ben ik compleet uitgeblust. Misschien moet ik die volgende dag, mijn ochtend, enigszins vrij plannen om gewoon heel rustig te kunnen starten. Ja. Op mijn dode gemak, om gewoon even weer tot mezelf te komen. Dus het is zo'n illusie dat mensen om jou heen of die jou online volgt, 100% van de tijd aanstaan. Ja. Ik heb topondernemers geïnterviewd, ik heb met ze gesproken van alles. Die doen dat ook heel slim. Die zijn er wanneer het nodig is. En op die momenten presteren ze bovengemiddeld. Ja. En op basis daarvan worden ze gevraagd. Maar die andere tijd zorgen ze dat ze genoeg oplaadpunten hebben om zichzelf weer klaar te maken voor die dingen. Zo is het ook met topartiesten. Die staan ook niet 40 uur per week te zingen op een groot podium. Dat doen ze een paar keer per week. Nou, en dan verdienen ze hun poen. En dan zijn ze bezig met waar ze mee bezig willen zijn. Dus het karakter van de rol die je hebt, die vereist ook wanneer je aan moet staan of niet. Ja, ik herken veel, want dat is natuurlijk ook in de sport zo. En je geeft ook tussendoor aan, hè, van ja, oplaadpunten, maar hoe laad jij nu op? Want hè, je staat aan, je straalt helemaal barst van de energie. Ja. Ik herken ook wel dingen daarin. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig van, oké, op het moment dat je dan gaat opladen, hoe doe je dat? Verschillende dingen. Sport is er bij mij dus ook één, is hardlopen of fitnessen. Ik vind het heel fijn om alleen te zijn. Dus soms zijn er ook weken dat ik 7 of 8 klussen heb. Nou, dan heb je in 7 dagen tijd 100 mensen ontmoet en gezien. En dan kun je bijna die dingen niet meer verwerken in je hoofd. In het najaar van vorig jaar kreeg ik een bedankkaart van een opdrachtgever toegestuurd met foto's van het event. En daar was ik jurylid geweest. En ik herkende mezelf niet eens meer. Ik dacht, hè, waar was dit? En dat was een week eerder geweest in Tilburg. En ik kon het event gewoon niet meer herinneren. En toen dacht ik, wow, het is nu echt even tijd voor een week pauze. Ja. Dus ook lummelen, klussen, meubels maken vind ik nog steeds hartstikke leuk. Ja. Dus thuis doe ik heel veel. Ja, konijnen ook. Dat is nu iets geavanceerd geworden, gelukkig. We hebben geen konijnen, maar nee, dat zijn dingen. En echt tijd voor jezelf. Helemaal alleen zijn. Ik vind het fantastisch om boeken te lezen, om motor te rijden, hard te lopen, wat ik al zei. Ja. En ik vind het Net als die eindeloze dagen in Australië dat ik ook alleen ben geweest. Als ik dan niet met andere reizigers, als ik hen meenam in de auto, maar op die tijd dat ik alleen was.
dat kan ik ook perfect. Ja. Dan heb ik ook niets nodig. Dan heb ik genoeg aan mezelf. En dan zoek ik ook niet de bevestiging van andere mensen dat ze me nodig hebben. Dat is wel echt de tegenhanger van medaille. En dat hoor ik ook wel van andere mensen in dit vak. Die ook zoveel indrukken meekrijgen als spreker of als dagvoorzitter. Ja. Dat ze wel hetzelfde doen. Maar dat is ook nodig. Want jij staat aan. En je kan niet altijd aanstaan. Klopt. Je wil aanstaan op het moment dat je gaat pieken, ja. Maar dat is af en toe inderdaad lastig. Wat mij ook opviel straks, want ik had pech gehad voordat ik hier bij jou aankwam, dat mijn autolampje groot werd, dat er motor of olie bij moest. Ja. Toen zei ik al tegen jou, een van mijn life goals is dat ik echt heel goed voor mijn lichaam zorg. Daar heb ik ook ooit niet goed naar geluisterd. Dus we hebben zelfs hier met een smoothie langs me. Dat doe ik heel goed. Dat ik wel even moest van mezelf schokken dat ik met die auto eigenlijk denk, rij gewoon door. Denk, nee, bullshit. Maar wat ik heel mooi aan jou vind, en als je dat meteen merkt, dat je ook flexibiliteit in je agenda hebt. Dat geeft denk ik ook heel veel rust. Ja. Ja, ik heb dadelijk nog wel een klus in Tilburg, maar daar hoef ik pas om 3 uur te zijn. Mm-hmm. Dus gaan we aan de slag met netwerken, met Young Professionals, dus een workshop over netwerken. En morgen heb ik een teamtraining bij Veilig Verkeer Nederland, dus dan moet ik wel echt heel vroeg in de trein zitten. Ja. Dus dan vertrekt de trein al om 6:15 ochtends, denk ik. En daar moet nog wel een paar puntjes op de i gezet worden. Maar het komt eigenlijk gewoon altijd goed. Ja. En wat jij ook heel goed doet, is dat je me dan opbelt en gewoon uitlegt, dit en dit is er aan de hand. Ja. En dan geef je de ander gewoon de kans om daar iets mee te doen. Maar als je jezelf zo proppend vol plant, waar ben je dan mee bezig? Dan ben je alleen maar van het ene punt naar het andere punt aan het rennen. En ik heb die tijden ook gekend. Ja. Zelfs in mijn studietijd al, dat ik zo takken vol zat. Er waren ochtenden bij of avonden dat ik 3 dingen tegelijk had gepland. Zodat ik op meerdere keren per week standaard 2 dingen moest afzeggen. Ja, op een gegeven moment dacht ik, dit kan gewoon niet. Ik ben gewoon 3 levens tegelijk aan het leiden. Ja. En ik krijg klachten van mensen die vinden dat ik onvolledig ben of niet op kom dagen of er niet helemaal bij ben. Ja, fuck that, weet je wel. Ja. Ik wil gewoon een paar dingen doen. Dus ik heb veel meer ruimte gecreëerd. Focus op de gaafste dingen. En daardoor word je daar beter in nog. En hoe ga je daarin uitblinken? Geef het meer energie. En krijg je nog meer leukere klussen komen naar voren. Ja. En nog 1 belangrijke tip die ik mensen mee wil geven. Dus allemaal in dat thema van positiveren. Maar jij vraagt ook, wat zijn jouw eigen life rules? Dus 1 tip is, set your own life rules. Voor de mensen die luisteren. De 2e is, piek wanneer het nodig is. En de 3e is, leer om te definiëren. Want zo vaak hebben we het over vage shit. Ja. En ik heb wat vaagheid meegekregen in mijn architectenopleiding. In mijn bachelor kan ik je vertellen. Maar we hebben het allemaal over andere dingen. Als ik nu aan jou vraag, denk aan een rode auto. Ja. Waar denk je dan aan? Denk ik aan een Porsche. Maar een Porsche. Maar dat is hier. En ik denk misschien aan een rode Ferrari. Ja. En als je dat in een team doet met 15 mensen, komt iedereen met een ander ding. Ja, het rode autootje van mijn buurman. Of het 45 kilometer wagentje dat ik altijd bij de supermarkt zie staan. Dus we hebben het over dingen, terwijl iedereen er een ander beeld bij heeft. En precies die dingen zijn gaande met woorden als succes, duurzaamheid, innovatie, gaaf. Gaaf, ook mega rekbaar begrip. Maar ga voor jezelf op zoek naar wat voor jou gaaf is. Een van de grootste doodste angsten van mensen is om public speaker te moeten zijn. Ja. Vinden sommige mensen nog enger dan uit een vliegtuig springen met of zonder parachute. Maar voor mij is het kicken. Dus ik zou niemand dwingen om op dat podium te gaan staan als ze dat niet willen. Nee. Ze krijgen wel de uitnodiging als dat in het programma toe zit. Maar als jij definieert wat voor jou gaaf is. En in mijn geval is het dus, ik wil mijn leven minstens 8 geven. Oprecht, eerlijk en authentiek. Ja. En als ik dat niet doe, dan moet ik of meer naar vrienden toe, of meer gaan sporten, of meer vrije tijd inplannen door nee te zeggen tegen opdrachten, omdat ik anders over de emmer loop. Maar qua succes ook. What the fuck is succes voor jou? Hang er een concreet bedrag aan per maand. Een maandbedrag. En probeer daar naartoe te werken. En zie daar ook de sport van in. Dat je niet gelijk jezelf, weet ik veel, een target oplegt van 3 ton per jaar. Want dan wordt het knap lastig misschien als je net gestart bent. Ja. Maar dat je daar ook jezelf gunt om daarin te groeien. Maar je dient wel te definiëren waar je het over hebt. Ja, en ook richting, een stukje communiceren richting jezelf. Van inderdaad, wat is succes? En je hebt het meteen over geld, maar succes kan ook een geluksgevoel zijn. Of tijd voor jezelf. En inderdaad, wat is dan tijd voor jezelf? Of wat is, dat is echt super belangrijk. Ja. Wat ik ook heel vaak tegenkom, ook inderdaad met teams. Van dat mensen, dat zei je straks ook, van...
ja, niet zelf het antwoord bedenken, maar gaat vragen. Van, ik hoor ook heel vaak mensen al een antwoord in hunzelf over een ander zeggen. Heb je het al gevraagd? Heb je het bespreekbaar gemaakt? Nee, weet ik eigenlijk niet. Ja, doe dat. Maak het bespreekbaar. En vaak is het voor jezelf. Zie je het als zo'n berg tegenop en dan heb je het bespreekbaar gemaakt. Een heel lastig onderwerp. En dan denk je, oh, had ik veel eerder moeten doen, viel eigenlijk wel mee. En het is meer, hoe maak je het bespreekbaar en op welke manier? Of hoe pak je het aan? Hoe communiceer je? Dan wat je gaat vertellen. En dat is ook hoe je op het podium staat. Het gaat heel erg ook om welke energie draag je uit op het podium. En je hebt een prettige energie. En ook dat je daar authentiek in bent. Want met zo'n werkvorm als een staande ovatie, die echt heel energiek is en die mensen op een krukje laat staan en dan ontzettend veel energie. Maar ik was ook een keer bij een ontbijtsessie in Uden. Zocht vroeg om 6:30 of zo. Ik snap niet dat ondernemersnetwerken dat verzinnen, maar goed, dat was heel vroeg. En daar had ik ook meegenomen en had ik het filmpje laten zien als voorbeeld. Het staande ovatie filmpje van Gaaf. En daar zag je echt van die zure gezichten van, nou, niet bij ons, hè. Toen zei ik, nou, aan jullie zo te zien, hebben jullie er helemaal geen zin in? Dat komt goed uit, want ik heb daar 6:30 ochtend ook helemaal geen zin in, hoor. Maar dan kun je beter eerlijk zijn dan wanneer je kosten wat kost. Dus je dient daar ook wel voor jezelf de balansoefening in te vinden. En wanneer het loont om met de kop door de muur te gaan, wat ik al eerder aangaf. En soms ook dat je denkt, ja, nou moet ik mijn keutel toch echt even intrekken. En gewoon even wat plek maken. Ja. En te toetsen met die andere mensen om wie het daadwerkelijk gaat. Ja. Wat zij daadwerkelijk nodig hebben. Wat de verwachting van hun is en wat de behoefte aan is. Ja, we zijn wel weer gezellig aan het kletsen. We zijn al bijna een uur aan het kletsen. Oh. Oeh, wat lang. Ja. Wat ik eigenlijk mee, ons dus weer een beetje gaan afsluiten. Zeker. Waar ik mee af wil sluiten, ik heb eigenlijk 3 zinnen opgeschreven. Oké. Okay. En of jij die wil gaan afmaken zo kort mogelijk. Oké. Okay. En de eerste zin is, ik krijg het meest energie van... Oh, wat moeilijk, ik moet zo kort gaan. Ja, echt wel oprechte groepsdynamica. En wat is dan oprechte groepsdynamica? Ja, dat je iets doet, dat je iets aanzet, een stelling of een werkvorm, en dat je echt mensen aanziet gaan, actievere lichaamstaal, en dat ze actief mee gaan doen, en dat je daar dat wauwgevoel creëert. Dat kik ik op. En die echt die energie in je ogen, dat ze denken, like, oh, dit is gaaf. Precies. Oké, de volgende zin. Ik geloof in... Optimisme. Optimisme. Optimistische mindset, een groeimindset, echt. Cool. En mijn grote droom is? Oh. Ja, mijn grote droom is dat ik met Gaaf op den duur nog meer tractie genereer. Op een manier die goed bij mij past. Dus oftewel, ik heb ooit een boek geschreven of er is een Gaaf event dat door andere mensen wordt georganiseerd. Maar waarin ik wel echt met talenten en potentie in kwijt kan. Mijn grote droom is dat andere mensen gewoon begrijpen dat als zij zichzelf positiveren, dat ze daarmee ook de mensen om hen heen en daardoor dus heel Nederland kunnen positiveren. Want je kunt op je gat gaan zitten wachten totdat jij een keer een uitgestoken hand naar je toe krijgt. Maar je kunt ook gewoon denken, fuck it, ik ga ook vanaf nu alleen maar gave dingen doen. Gaaf, dat is mooi. Ja, kom maar zeg, dat doe ik. Ja, zo is zingen. Het. Zo werkt het helemaal. Dat zie je ook zeker. Oh, wat gaaf. Ja. En ik ben heel erg nieuwsgierig, want we hebben al heel veel besproken. Wat heb je op dit moment nog op stapel liggen? Gave dingen die eraan komen? Waar ben je op dit moment nog mee bezig? Nou, het zijn heel veel opdrachten dus voor verschillende opdrachtgevers, waarin ik gevraagd word als dagvoorzitter of spreker of teamtrainer om groepen te begeleiden. En de onderwerpen kunnen ontzettend gevarieerd zijn. Dus ik ben bezig met een programma voor Rijkswaterstaat, wat gaat over afvalscheiding. Binnenkort begeleid ik een dag voor COC Nederland over seksualiteit. Dus er komen mensen van allerlei pluimage komen er bij elkaar. Het zijn de meest kleurrijke dagen van het jaar. Ik ben bezig met die opzet voor jongeren vanmiddag over netwerken. Dus dan gaat het echt over vaardigheden. Hoe kan ik beter netwerken? Hoe kan ik mezelf beter presenteren? Hoe kan ik beter verhalen vertellen? Om datgene wat ik voor elkaar wil krijgen over de bühne te brengen. Er loopt een aanvraag bij Philips bijvoorbeeld. Maar ook bij Veilig Verkeer Nederland. Heel diverse programma's. En eigenlijk bij alles, en dat ga ik nu steeds vaker doen bij die intakegesprekken, is dat ik die mensen vraag, ja, waar heb jij nou eigenlijk nodig? Ja. U vraagt aan mij draaien, maar voordat ik kom met een ontwerp of met een plan,
waar zijn we mee bezig? Ja. Gaan we een luxe vakantievilla bouwen of wordt het een klein bosheutje om van de natuur te genieten? Ja. En daar zo gevarieerd mee bezig zijn, dat houdt mij echt wel enthousiast. Cool. Soms denk ik wel, als je helemaal zou specialiseren als trainer op dit en dit gebied, zou het misschien heel waardevol zijn. Maar als je meerdere keren achter elkaar telkens zelf moet doen, dan denk ik, nee, dat is niet zo gaaf. Nee, inderdaad. Dus het is heel gevarieerd, ja. En ik werk heel graag met mensen samen die ook effectiever willen worden of hun teams dichter bij elkaar willen brengen. Dus die kunnen altijd bellen of mailen, zeker. Cool, en waar kunnen ze jou dan vinden? www.gaaf.eu Ja, of Rudy van Beuren op LinkedIn. Top, ja. Want op LinkedIn ben je ook heel erg actief en zo. Ja, vind ik een leuk medium, ja. Ja, is ook, ik vind het ook steeds leuker te vinden. Heel inspirerend ook. Ik lees ook veel op LinkedIn en daar houd je ook scherp. Ik vond jou, je hebt jouw speech uitgeschreven, wat had jij nodig? Ja, ja, ja. Die jij hebt gedaan tijdens de finale van Heel Brabant Spreekt. Super inspirerend. Dus ik zou ook aan de luisteraars willen aanbevelen om jou daar eens even op te zoeken en met jou te connecten. Ja, zeker. Altijd welkom. Rudy, ik weet niet of je zelf nog iets wilt toevoegen of wilt delen. Ja, ik vind het echt heel vet dat je dit doet. Want je ook al zei voor die podcast, jij hebt dit ook nodig. Want telkens denk je weer, dit is gaaf om te doen. En misschien is het een hassle om mensen te vinden of met die techniek bezig te zijn of wat dan ook. Maar ja, je bewijst jezelf keer op keer dat je hier goed aan doet. Ja. En ik denk dat je er ook heel veel mensen mee inspireert. Ik vind het in ieder geval superleuk, zo'n gesprek. En het is alleen maar waardevoller dat we het ook met andere mensen kunnen delen. Ja, zo is het. Goed bezig dus, dankjewel. Jij bedankt, dank je.